Jetta is een zelfstandige vrouw die heel bewust in het leven staat. Ik ben benieuwd naar haar verhaal. Hey! Hey. Wat leuk! Hallo. Julietta, Willy. Aangenaam. Hi! Nou, flirty dancing. Ja, ik vind het spannend. Ja. Ja, maar ik heb er zin in. Waarom ben je tot nu toe nog niet de juiste partner tegengekomen, denk je? Ik denk wel dat ik de juiste partner ben tegengekomen. Maar dat op een gegeven moment het gewoon over was. Dat we eruit waren gegroeid. En dat je voelt dat je elkaar niet meer echt verder kan brengen. En geloof je in een relatie, in een liefdesrelatie voor het leven? Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat als je een relatie begint, dat dat ook de intentie is. Naast dat je een relatie hebt, heb je ook je eigen leven en je eigen ontwikkeling. Ja. En dat gaat niet altijd parallel. Ja. Dus soms mis je elkaar daarin. En dan mis je elkaar daarin lang. En om verder te kunnen groeien, moet je dan op een gegeven moment loslaten. Omdat je elkaar anders alleen maar in de weg zit. Waar zou jouw partner aan moeten voldoen? Ik denk niet dat ik heel veel eisen heb van dat ik nu een soort van rol perkamenten zo uitrol. Ik denk dat er vooral een connectie moet zijn. Ja. En ik zou. Juanita is een kleurrijke vrouw die op zoek is naar een man om haar leven mee te delen. Ik ben heel benieuwd wie deze bijzondere vrouw is. Hoi, Juanita, toch? Ja, hallo. Ja, ik ben Wendy en ik heb begrepen dat jij van kleurrijk houdt. Klopt, zijn die bloemen voor mij? Ja. Ik hou van bloemen, dus. Ik dacht, ik neem een kleurrijk bloemetje voor je mee. Je bent ook echt Bollywood. Ja, ja. Ik wist dat je ervan hield, dat je ervan houdt. Ik adem het uit, ik adem het in. Een grote liefde voor Bollywood, maar de grote liefde, die moet je nog vinden. Klopt, ja. Maar Aladdin, hè? Maar Aladdin. Ja, Aladdin. Ja. Ja. Waar is die? I don't know. Ik heb wel heel vaak gedate. Ik heb Tinder geprobeerd. Heel veel leuke dates gehad ook, maar uiteindelijk niks via jou en Tinder zie ik echt niet nee, als een soort nee, match. Maar het was inderdaad uiteindelijk niet echt mijn ding. Maar ik denk dat ik echt misschien wel 10 jaar single ben. Zo lang? Ja, uiteindelijk geen match gevonden nog. Ja. Ik vind het toch altijd wel lastig om iemand aan te spreken. Of ze spreken mij op een hele gekke manier aan, waarbij ik al denk van oké, ga maar weg. Waar hou je dan niet van? Met uitgaan? De sfeer vind ik gewoon niet fijn. Ze zitten soms ook gewoon ongevraagd aan je, wat ik al helemaal niet fijn vind. En ze zitten gewoon in mijn bubbel. Meestal zijn ze ook nog eens onder invloed van drugs of van drank. Oh, ja. En dan heb ik al heel snel van, je bent jezelf niet. En dat schrikt mij gewoon een beetje af. Ja. Ja. Dus jij bent eigenlijk een heel puur iemand. Oké, dankjewel. En waar val je op bij een man? Ja, hij moet een hele mooie uitstraling hebben. Hij moet een soort van bepaalde energie uitstralen waar ik gewoon echt voor kan smelten, zeg maar. Een mooie glimlach, dat hij lekker ruikt. Hij hoeft niet per se super knap te zijn. Qua fysiek moet hij er gewoon fit, gezond, niet dik. Sprekende ogen. Mooi mimiek ook. Mooi bos haar. Beetje getint, getinte huid. Niet te bleek. Zelfs dat kan trouwens wel mooi zijn, maar... Oh, en ik hou van moedervlekjes. Moedervlekjes? Moedervlekjes. Waar moeten die zitten? Overal. Als je dat zeg maar zo het lichaam onderzoekt en je komt een moedervlekje tegen, vind ik echt heel leuk. Echt heel leuk. Maar waarom? Lekkere oorlelletjes hou ik van. Echt. Ik hou van oorlelletjes. Een mooie, oh, lieve, een mooie dit nek. Gaat toch een nooit mooie lukken. Nek. Oh nee, wat een moeilijke opdracht is dit. Ja, nu heb je me aan. Ik weet nu wat ik wil. Ja, en hoe moet jouw flirty danser uitzien? Het moet gewoon meisje ziet jongen. Jongen ziet meisje. En bam. Beetje Aladdin eigenlijk. Je bent gewoon op zoek naar Aladdin? Eigenlijk wel. Albert is nog steeds een actieve danser en volgens mij ook best een Casanova. Ik ben heel benieuwd waarom hij mijn hulp nodig heeft. Hallo. Hallo. Wendy. Albert. Ja. Lentebloesem. Nou. Oh, dat ben ik. Ja. Of dat bent u? Nee, dat ben jij. Oh, oké. Okay. Nou, wat goed u te ontmoeten. Ja, vind ik ook. En u houdt van dansen? Ik hou heel veel van dansen, al jaren. En wanneer heeft u dat dansen ontdekt voor uzelf? Het begon als een slimmigheidje in mijn puberteit met een vriendje. Want we merkten dat als we begonnen met dansen op een feestje, dan werden we uitgenodigd door de jonge dames voor het volgende feestje. Want wij begonnen te dansen. Ja. Dus wij waren slim. Wij begrepen waar het om draait in het leven. Ja, ja. En zijn daar dan ook relaties uit ontstaan? Ja, ja, dat is hoofdzakelijk vanuit ontstaan vanuit de dansvloer. Ja, maar u heeft toch mijn hulp nodig, want de echte geschikte vrouw is nog niet gevonden. Nee, nee. En wat zoekt u dan in een vrouw?
wel twee eenheid. Ja, dus ik ben eigenlijk wel... in het diepst van mijn hart ben ik wel iemand die echt heel graag heel veel wil delen. En dat komt omdat mijn ouders die hebben een twee-eenheid gehad van de bovenste plank. En ook mooi mijn voorbeeld. Broer heeft dat ook. Maar dan ligt de lat ook wel erg hoog, hè? Ja. Dan is dat je standaard. Maar dat is natuurlijk ook waar het om draait. Ja, ja. Maar wat voor type vrouw bent u op zoek? Sprankelend. Ze moet wel stevig in haar schoenen staan. Ik ben niet de man die een weerstandloze deur prefereert. Zo van, nee. Nou, nee, er moet wel iets samenspraak zijn. En, maar dit zijn innerlijke kenmerken. Heeft u ook uiterlijke wensen? Ja, nou, zal ik het maar gewoon zeggen.